En welkom terug op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn werkplek in orde maken. Het is op dit moment nogal een puinzooi en ik wil wat anders indelen. Dus ik ga aan de slag in mijn kantoorruimte, want ja, zoals jullie weten werken we natuurlijk heel veel thuis. En ook ik werk natuurlijk thuis, dus ik wil het dan wel zo netjes mogelijk houden. En op dit moment is het nogal een chaos. Ik neem jullie mee in hoe ik dat doe en laten we snel beginnen. In het weekend hang ik de was altijd op mijn kantoor. Ik zit er dan toch niet en dat is de perfecte plek om het te laten drogen. En zondagavond ruim ik het meestal op, zoals nu, zodat ik door de week gewoon geen last heb van de was en het wasrek ook niet in de weg staat. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. Deze kast moet ik ook nodig uit gaan zoeken. Daar ligt veel te veel in en van alles dat ik ook niet gebruik. Maar dat het zo'n grote taak is, stel ik het heel lang uit. Maar dat is wel iets wat ik waarschijnlijk dit weekend aan moet gaan pakken. Want er zit nu gewoon totaal geen systeem in. De doos die ik nu verplaats, dat is een cadeau voor iemand, dus dat laat ik nog even staan, maar kan ik wel binnenkort geven. Ik moet het overigens nog inpakken. En voor de rest is dit bed ook echt wel een dun plek. Ik laat het wel staan, omdat de katten het heel fijn vinden om op dit bed te liggen terwijl ik aan het werk ben. En dan liggen ze in ieder geval niet op mijn toetsenbord, want ja, ik weet niet wie er ook katten heeft, maar ze willen het liefst gewoon op je toetsenbord liggen, zodat je niks kunt doen. Maar met het bed blijven ze mooi daarop liggen, daar heb ik er niet zoveel last van. En dan is het nu tijd om het bureau aan te pakken. Trouble again, that star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on. Ik vertel aan het einde van de video wat mijn systeem hierin is. Er is overigens ook nog een ladeblok onderaan het bureau en aan de rechterkant is ook zo'n computerkast, zeg maar. Die moet ik ook nog een keer gaan uitzoeken. Maar ik denk dat ik dat niet op beeld doe, omdat er heel veel persoonlijke informatie in zit. Zoals allemaal administratie en zo'n papieren, zeg maar. Hier zag je net overigens ook een bewust kaartje van de zorgpolis. Maar daar ben ik niet meer bij sinds dit jaar, dus het maakt niet zoveel uit. Maar weet dus dat ik echt niet elk laadje netjes heb, zoals je ook hier ziet. En ik moet ook zeker weer die andere laadjes van dit bureau uitzoeken, zodat ik gewoon echt alleen bewaar wat ik ook daadwerkelijk nodig heb. Ik probeer verschillende manieren om make-up in het laadje te krijgen. Ik doe er echt alleen alledaagse make-up in. Ik heb overigens ook niet veel make-up, vind ik dan in dit geval. Alles past eigenlijk gewoon in dat witte doosje dat je ziet staan. Maar ik vond het toch niet helemaal handig en ook omdat het steeds op mijn bureau staat. En eerder maakte ik me nog wel eens beneden op, dus dan vond ik het wel makkelijk om dat mee te nemen. Maar tegenwoordig maak ik me eigenlijk altijd aan mijn bureau op. Dus dan is het ook wel zo gemakkelijk als het een vaste lade heeft. En anders gooi ik toch alleen maar onzin in die laadjes, zoals je eerder ook zag. Dus dan kan er beter iets nuttigs in liggen. De computer trekt echt zoveel stof aan, dat is echt niet normaal. Dus ik doe ook elke week even het bureau afvegen, zodat dat ook weer helemaal stofvrij is voor de nieuwe werkweek. I'm laying down at the compile it. Oh no, I see you only when you're balling. Oh no, I don't even care to die. I see you in a while, cause this time I will choose you. Like this, holding in a bag full of goods and needs. I need a
ben wel benieuwd of jullie ook thuis werken. En zo ja, hebben jullie dan ook een vaste plek of zitten jullie bijvoorbeeld aan de keukentafel? Laat het weten in de reacties, ik vind het altijd heel erg leuk om te lezen. En wat me ook echt irriteert zijn al die kabels. Maar ja, ik heb nu eenmaal 2 schermen, een laptop, toetsenbord, muis. En in de muis is gelukkig draadloos. Maar de rest heeft dus allemaal draden en ik word er een beetje gek van. Maar goed, dat hoort er nu eenmaal bij. En je kunt niet alles draadloos hebben natuurlijk. I don't wanna see me shaking. Oh no. Like I'm sudden but I'm steady. Oh no. And they tell me to move on. Cause I deserve more. But still I wanna choose. Ik laat mijn deken meestal ook hier aan de deur drogen. Omdat het gewoon altijd warm is in deze kamer. Dus dan droogt het sneller. En verder doe ik deze sprei afstofzuigen. Ik doe hem ook om de week in de wasmachine, maar dat was nu nog niet nodig. Die natte vlek die je ziet, dat komt doordat ik het doekje daar per ongeluk opgelegd heb. Niet zo heel slim, maar dat is gewoon water met wat schoonmaakmiddel, dus dat droogt ook weer. En het laatste wat ik moet doen is de vloer stofzuigen en daarna ook stomen. En ik doe dit meestal of op zaterdag of op zondag. Maar meestal de zondag, omdat ik dan ook de was kan opruimen. En dan kan ik makkelijk overal even goed stofzuigen. Ik zit hier namelijk toch zo'n 32 uur per week. En ik vind het wel fijn om in een schone omgeving te werken. Door de week houd ik het natuurlijk een beetje bij. Dus aan het einde van de werkdag neem ik koffiekopjes, theekoppen, dat soort dingen. Allemaal gelijk mee naar beneden, zodat het zich niet gaat verzamelen. Dit is hoe mijn werkplek er nu uitziet. Een stuk rustiger dan eerst. In het linkse laadje heb ik nu dingen werk of administratie gerelateerd. Dus een reader van mijn bankpas, oordopjes, handcreme en een nagelvel. Dat ja, vind ik tijdens werken wel eens prettig. Net zoals deze antiflussnoepjes, want ik praat nogal veel tijdens mijn werk. Hier ligt mijn medewerkerspas, die ik natuurlijk niet nodig heb. De werktelefoon en een rekenmachine. Dit is een docking station. Hiermee kan ik de schermen verbinden met de laptop. Dan is dit mijn toetsenbord en die heeft normaliter ook kleurtjes. Vind ik wel leuk. Mijn headset, muis en muismat. En die muismat moet ik een keer vernieuwen, want die is best wel ranzig aan het worden. Dus dat is in ieder geval mijn werkplek. En in deze lade heb ik voor nu mijn dagelijkse make-up gedaan. Dat is make-up wat ik vaker gebruik. Ik had dat eerst in zo'n make-up doos zitten, zeg maar ik vond dat toch niet zo praktisch. Dus deze lade is nu voor mijn make-up. Hier heb ik wel nog de kwasten achterin verstopt staan. Dat vond ik toch wel makkelijk om die in zo'n houder te houden. En dit is de spiegel die ik gebruik. Mijn stofzuiger die laat hier altijd op. Mijn vriend moet altijd nog een ding aan de muur bevestigen. Ik ben nog aan het denken of ik hem dan hier hang of meer aan de andere kant van de ruimte. Maar voor nu staat hij niet in de weg. En hier staat altijd een matras rechtop, want normaliter is het dus een logeerkamer als ik niet hoef thuis te werken. En ik heb er voor nu gewoon leuke plantjes aan gehangen. Dus ja, dit is mijn werkplek. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!